Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland. En met name in het noorden en uiterste oosten van ons land vallen ook buien. Kans op onweer is daarbij aanwezig. In de rest van het land is het meest droog, maar wel tamelijk bewolkt en nevelig of zelfs mistig. In de loop van de ochtend op meer plaatsen nog een enkele bui. In de middag van het westen uit droog. En dan gaat de zon ook doorbreken, wordt het een stuk vriendelijker. Een enkele bui is nog net aan mogelijk en het wordt 19 tot 22 graden. De wind is zwak of matig en waait meest uit het noordwesten. Dan gaan we naar de avond en dan wordt het echt op de meeste plaatsen droog en klaart het ook breder op. Temperaturen liggen in de avond rond de 16 graden. Vannacht daalt het kwik nog wat en van het westen uittrekken dan opnieuw wat buien over het land. En daar hebben we ook morgenochtend nog mee te maken. Maar morgenmiddag is het veel vaker droog met de zon er weer bij en dan temperaturen van 16 tot 19 graden. De maxima gaan dus iets omlaag. Maar die trend wordt weer doorbroken, want zaterdag en zondag is het 20, zondag misschien zelfs 21 graden. Met zaterdag overdag overwegend droog weer, zondag kan er wel een enkele bui vallen. En maandag is de neerslagkans weer klein, met temperaturen rond of net onder de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.